Hola amigos, welkom bij een nieuwe aflevering van Final Fantasy 7. Ik luister. Ja. En dan kan je zich aan het amuseren. Natuurlijk. Met een GPS. Walker, ga naar huis. 2D weergave en nog veel andere opdrachten zeggen. Zeg alle opdrachten voor een volledig overzicht. Zeg ga naar een adres om een route te plannen. Ik kan niks meer zeggen, want je hoort er toch niet van. Volume wordt ingesteld op 7%. Hoe heet die daaruit verstand dat het volume hoger moest? Ah, maar ik zei, ja, je hoort toch niks, ja, inderdaad. Amai! Godverdomme! En dit ding heet toch nog huisjes. Je zei, ja, je hoort toch niks, ja, volume wordt hoger gezet. Ja, oké, okay, we gaan me voortinnen. Ja, wat dan bezig, maar oké. Oké, zes zonder meer verder. Zit er als verder ging doen? Ja, Tjo, schijnbaar is dat niet een rechte moeder. Nee, die heeft ik gevonden. Dus je dan ons vooral bezig. Ja. Ah, shit. Ik heb een side gesloten. Wacht hij op die moeder van Ares ofzo? Ja, in het begin wel, maar ik denk niet dat... Nee, Die is dood. Mozigos dan nou uitleggen. Nee, die wacht op Herman, stond er. Ja, Herman was naar een oorlog en zij ging elke keer naar het treinstation voor die op te wachten. Toen was de moeder van Ares tegenkwam. Ja, maar die ging dood. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Is die van de trap gevallen of het anders? Ik weet niet wat er... Oh, ik zal het opdrekken. Ik weet het ook niet meer helemaal, want het is er al wat jaren geleden. Oké, ik heb mijn GPS terug op update gezet. Wat? Dat is vooral op de kijken of wel. Ja. Allee, nou ja. Zijn we terug met Cloud. En dan train het vliegen. Ah ja,
Dan is die man dood. Wat een man dood? Ja, man dood. Oh, dat ze dat bericht kreeg dat er een pet ja. is dood. Ja. Dingsken, er is zegt dat op voorhand een dag ervoor, zegt hij tegen, tegen dat mens, die vrouw ten, dat er een man, dat is iemand die het verloren. Ah. Ja, is onbeleid. Dus ja, die zegt dat hij iemand niet verloren en dan een paar dagen achter krijgt hij dus die brief. Dat is er een bestuurd is gewoon. Dus hij heeft speciale krachten nog tegen het anders. Ja, want hij is eigenlijk een agent. Zo is het. Ik weet dat niet. Oep. Maar er is een moeder, hoe is die dan doodgegaan? Kai? Ah, meen het na. Dan kan ik het niet meer aantrekken. Goddammit. Smaffen. Zou de stroom nou weer het geval zijn bij Kai? Zo, dan moeten we terug naar de Walmart, maar ik ga hier even opslaan en kijken of dat de kaai blijft. Goed, jongens, tot ziens. Zo, de kaai is er weer bij.
Ja, bijna. Hè. Je ziet dus de vorige aflevering over over dat manneken dat dan een turbo iter gaf. Ja, ja. Dus er die is helemaal het huis meest aan de rechtse kant. Die binnen gewoon. Dan omhoog gewoon. Bij mij zegt hij niets. Zegt hij niks? Nee. Zegt niets over een super iter ofzo. Zei ook niks over de geld, misschien. Nee. Dan is dat waarschijnlijk omdat je er niet zit binnen geweest in de eerste keer. En dan heb je dat niet dus gemist. Oh, we kunnen wel ergens een turbo iter nog ergens anders van halen. Oh, die krijg je nog 100 keer. Dan zal het bij mij nog gewoon naar de mat zijn. Ja, dat kan even terug beginnen. Poef, druk. Ja, dan moet ik terug heel dat verhaal horen van hey. Ja. Dus ik loop heel 9 uur. Ja, waarschijnlijk. En als het beetje stroomt en nog iets uitvalt, waarschijnlijk wel. Route naar huis voorbrekend. Je wel even mensen naar eenzaam. Jij had altijd een stuk of 80. Hey, die vast level omhoog. Dus dan Ja. Materia. En dan heb ik mijn koffer niet meer nodig. Ah nee, want daar geef je alleen limit bij. Ja, nee. Dan geef ik die aan Barrett. Je wacht, is die nou level 2 hoor? Tuurlijk. Ik heb dat niet gezien dat hij level 2 was. Ah nee, toch nog niet. Nee, hier zijn natuurlijk. Ik heb een noob serie. Maar was ze dan bijna level omhoog? Ik weet het niet anders. Nee. Ah la la. Boom boom boom. Dat gesprek dat duurt zo lang. Ja, ik kan er waarschijnlijk niet meer inhalen, denk ik ze. Ja, maar we gaan het toch wel ver bij inlezen. Ah, kijk ze. Voilà, dan zitten we bij de Walmart alweer. En dan lopen we snel naar dat save point en dan gaan we het hier beëindigen. Doe je dat? Ja. Dan kan ik tenminste terugkomen. Ja. Dus jongens, vergeet geen like te geven. En te abonneren. En dan zien jullie de volgende keer weer bij Final Fantasy 7. Als we een grote muur gaan beklimmen. Een super grote muur. Het werd tijd, want we zien echt al van sector 7 naar sector 6 en terug naar sector 7 en alweer naar sector 6. Dus we hebben eigenlijk kennen al zelf van buiten basic. Goed. Later. Thank you.